Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Ja, weet je, ik heb daar zelf weinig last van. Ik ben oud genoeg om gewoon alcohol te mogen kopen. Maar ja, vroeger, toen ik jong was, weet je wel, kon je ook gewoon doen en laten wat je wilt op jongere leeftijd, toch? We zijn wel strenger nu tegen. Ja, het is wel beter. De jeugd is wel af en toe, denk van wow, weet je. Het gaat wel heel ver. Het was vroeger wel heel makkelijk om aan drank te komen en om binnen te komen. En met stappen soms is het ook wel makkelijk. Maar ik denk met carnaval dat daar wel extra mee opgelet moet worden. Ja, omdat het toch wel, ja, er zijn heel veel mensen en ja, er kan gewoon veel fout gaan. Ja. Met drank natuurlijk. Zeker weten. Dat vind ik echt jammer. Ik vind de jongeren zo'n mooie leeftijd, die leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. Ik vind dat ze wel een alcohol iets mogen drinken of dat ze dan in ieder geval alcoholvrij bier schenken. Mm-hmm. En dat ze iets voor de jongeren doen. Daar ben ik dat zou ik graag willen voor de jongeren. Okay. Mijn kinderen zijn al wat ouder, dus ik heb er niks mee te doen. Maar ik weet nog heel goed die situatie. Dan moesten ze naar de Bussel. Daar lopen veel kinderen rond, ouders van kinderen. Dat is niet gezellig voor de jongens en de meisjes. Nee. Ja, ik denk jongeren komen sowieso wel aan drank. Of het nou thuis is of bij iemand anders thuis. Meestal komen ze al wel dronken aan in de stad, zeg maar. Mm-hmm. Het aan alcohol komen hier in Oosterhout in stad bijvoorbeeld is lastig. Kom je bijna niet aan, zeg maar, zonder ID. Ligt eraan. Ik vind 18 plus vind ik prima. Mm-hmm. Alleen ik vind dat het wel een beetje te ver gaat met de drank, zeg maar. Want de mensen doen het toch wel thuis. Nee, dat dan niet. De Bussel, ja, mijn zus gaat dan naar de Bussel toe. En dat is eigenlijk het enige waar je in Oosterhout naartoe kan, volgens mij. En in, hier rondom ook. Je kan eigenlijk, als je onder de 18 bent, kun je eigenlijk nergens heen. Nee. Want ja, je moet 18 zijn om ergens binnen te komen. Zeker vervelend. Ja, en ja, voor de jongeren, ja, ze moeten wel iets. En dan, is het, dan snap ik wel dat ze denken van, oh, we gaan het in de stad wel proberen. Ja, want precies. Het is... Ja, ze kunnen gewoon niet. Ze moeten wat, hè? Ze moeten wat. Inderdaad. Ze willen ook carnaval vieren. Ze hadden het wel. Ze hebben een keer een tent gedaan op de heuvel. Maar op de een of andere manier liep dat toch niet goed. Nee. En ik kan me nog herinneren dat dat volgens mij de laatste paar dagen was het gesloten. Nou, dat is ook heel erg jammer. Dus toen dropten af en toe ouders de kinderen daar op de heuvel. Mm-hmm. En de tent was gesloten. Ja. En ze hebben het ook een keer in een café gedaan. En dat was wel prima. Dat was één café en die heeft zich toen beschikbaar gesteld voor de jongeren. Okay. En dit jaar heb ik vernomen uit de krant dat ze weer naar de Wissel moeten. Ja. En dat is jammer. Ja. En in mijn jeugd was ze hier de tent en dat was helemaal leuk. Na een paar jaar geleden ik denk dat ik 3 jaar nu heb gecarnavald, zeg maar, achter elkaar. En dat startte in de Bussel en daarna wel hier in Oosterhoutstad. Toen was dat nog makkelijker, zeg maar. Mm-hmm. Toen kwam je nog wel binnen, zeg maar, als je jonger was. Er waren ook nog wel clubs waar je binnen kon komen als je wat jonger was. Mm-hmm. Alleen nu is alles 18 en kom je eigenlijk echt niet binnen als je geen 18 bent. Veel te weinig. We hebben alleen de Bussel, ik weet niet eens of dat dit jaar open is. En voor de rest is eigenlijk heel de stad 18 plus. Dus ze komen eigenlijk nergens meer binnen dit jaar. Nee. Ja, het zou super tof zijn. Ja, super tof. Ja. Tuurlijk. Ik zelf zou dat echt heel waarderen. Ja. De rest van Nederland zou moeten begrijpen wat voor impact dit eigenlijk heeft, toch? Ja. Jawel, ja. Ja, en hebben geen benul. Hun kennen carnaval niet zoals wij carnaval kennen. Nee, dat, precies, dat is het. We vieren elke dag carnaval en dat doen we al jaren. Nou, dan heb ik nog liever heel het land, want ik heb een zoon en die studeert in Leiden. Mm-hmm. En die heeft elke keer examens, tentamens, tijdens de carnaval. Dus die missen dat. Okay. Maar sowieso laat iedereen lekker vrij hebben. Maar ja, dan moet het wel weer van een andere dag. Ja, dan moet je dan even kijken waarop je dat kan beknibbelen. Ja, dat zou wel beter zijn, ja. Okay. Ik denk dat wel qua inkomens voor cafés en zo, dat ook groter zal zijn. Want toch veel mensen moeten werken met carnaval. Ja, precies. Ja, ik ben sowieso al vrij, maar aan de ene kant, voor de rest vind ik dat helemaal geweldig natuurlijk. Ja, toch? Ja, iedereen wordt vrij met carnaval. Het is ook een soort feest, hè? Feestdag, dus aan de ene kant.